Ja, Gras, het zijn niet de donkere dagen voor kerst, maar de drukke dagen voor kerst zou je wel willen zeggen. Hè? 3 wedstrijden in 8 dagen. Klopt. Apart getraind, op een andere manier. 3 wedstrijden in 8 dagen en ik heb het programma gekeken. Daarna komen er nog 3 wedstrijden in een kleine 14 dagen aan, inclusief bekerwedstrijd. Mm-hmm. Dus ja, inderdaad, drukke dagen. Maar ik denk voor een trainer en voor een voetballer niets fijner dan drukke dagen om veel wedstrijden te kunnen spelen. En ja, dat betekent uiteraard iets in je trainingsbelasting, dat die in die zin omlaag zal moeten gaan. Want je kunt niet continu op een hoog niveau trainen, pieken qua intensiteit. Dus zeker als je veel wedstrijden speelt in een korte tijdbestek, ja, dan gaat de trainingsbelasting, de piekmomenten, ja, die gaan inderdaad omlaag. Mm-hmm. Ja, de tegenstander van vrijdagavond. Geen onbekende voor je, je oude clubje, Top Os. Ja, top. Zeker geen onbekende, al zijn daar ook diverse wisselingen in de spelersselectie hebben die daar plaatsgevonden. Ja, bijzondere ervaring voor mij. Voor het eerst dat ik in mijn leven speel tegen Top Os in de betaald voetbal. En ja, dat is een leuke bekomstigheid dat je weer bekende gaat zien. Laat onverlet dat het de wedstrijd is MBV Top Os en dat het helemaal niet om Klaas Wels gaat. Het gaat om de wedstrijd, het gaat om 3 punten die hier te verdelen zijn. Mm-hmm. En het gaat om de ontwikkeling van mijn ploeg van MBV Maastricht. En daar draait morgen alles om. En hopelijk kan ik aan het eind van het liedje zeggen en, dat we een goede stap op de ranglijst hebben gezet. En als we dat inderdaad ook gaan doen door 3 punten op ons konto bij te schrijven, ja, dan doen we echt mee. En ik denk dat dat heel knap is voor MVV. En dat is ons streven. En uiteindelijk is het een kwestie van tijd dat wij ons structureel op een positie op de ranglijst gaan verblijven waar we ook denken dat we thuis horen en willen thuis horen. En we willen mensen verrassen zonder dat we uiteindelijk zelf verrast worden. En uiteindelijk willen we meedoen om de plekken die ergens recht op geven. En dat willen we over een langere termijn doen. Nou, nogmaals, win je morgen, dan denk ik dat je in die richting hele goede zaken doet. Ja, goede zaken. Dogan, geen onbekende van jou, zou naar MVV komen, is uiteindelijk bij Top Os beland. 9 wedstrijden heb ik gezien, heeft Dogan gespeeld, 0 keer gescoord. Jouw spits zit op 7. Dus eigenlijk, achteraf gezien, geen slechte keuze om Mitchy in de voorste linie te posteren. Ik praat alleen over spelers die van MVV Maastricht zijn. Hoessein Dogan is geen speler van MVV Maastricht, is een speler van Top Os. En in die zin waardeer ik hem enorm omdat ik het een goede speler vind en omdat ik een fantastisch jaar met hem heb gehad en persoonlijk een band met hem heb. Ik wil over Mitchy Ntelo spreken. Mitchy Ntelo doet het goed. Mitchy Ntelo verdient alle credits. En Mitchy Ntelo kan nog beter worden dan dat hij nu is. En daarop is hij hard op weg. En nogmaals, maar dat geldt voor iedereen van Top Os. Ik wens Top Os het allerbeste en ik gun Top Os het allerbeste. Nogmaals, ik ben van en voor MBV Maastricht. En ik sta te popelen om morgen te spelen. En ik sta te popelen om morgen een goed MBV Maastricht op het veld te zien staan. En hopelijk kunnen we naar de rand met z'n allen concluderen en zeggen dat we goed hebben gespeeld. En 3 punten op ons konto hebben weten bij te schrijven. Dan denk ik dat iedereen binnen Maastricht dolgelukkig zal zijn, inclusief Klaas Wels. Ja, want Klaas Wels woont ook nog in die regio, hè? Ja, ik ben Brabander en ik woon een kleine 20 kilometer daar vandaan. Mm-hmm. Maar mijn hart en mijn hoofd zijn volledig bij MBV Maastricht. Mm-hmm. Geen twijfel over mogelijk. Ja. En ik ben eerzuchtig. Ik ben prestatiegericht. En dat probeer ik over te dragen en over te brengen op mijn ploeg. Om ervoor te zorgen dat met alles wat je hebt, je gaat proberen je sportieve ambities waar te maken. Nogmaals, er zit een stijgende lijn in de prestatiecurve van MBV. Dat doet me deugd. Daar ben ik tevreden mee. Echter. Denk ik dat we nog steeds veel beter kunnen en beter moeten om onze ambities op de langere termijn waar te maken. Nou, dan gaan we morgen weer een hopelijk een mooie stap voor zetten. Ja, wie ontbreken dan aan de selectie? Uiteraard zou ik zeggen de langdurig geblesseerde Mehdi Lezar en Lucas Kalala. Clint Esters is helaas in de wedstrijd voor Rode JC geblesseerd afgehaakt. Dus die redt morgen nog niet om speelklaar te zijn. Succes. Dankjewel. Ja.